Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door... Vandaag de tweede dag van Paaspoldenhout 2018. Vandaag komen anderen de Overslap, WC Experience en als afsluiter natuurlijk Kensington. Welkom bij Paaspoldenhout 2018, dag 2. Mannen, welkom op Paaspoldenhout 2018. Dankjewel. Het is vandaag eerste paasdag en dan ben ik wel eens benieuwd, hoe zit het met jullie paastradities? Ik heb een hele oude paastraditie dat ik altijd naar mijn oma ging en paaseieren ging zoeken. Dat is de laatste jaren een beetje verwaterd, dat is wel jammer, maar dat zit er altijd nog wel stevig in bij mij. En bij jou? Ja, ik doe altijd gewoon een heel gezellig paasontbijtje met mijn ouders en mijn zuster bij, gewoon heel uitgebreid. En dan maken we gewoon een brunch van. Is het bij jou anders dan bij deze twee of niet? Nou, het komt wel een beetje in de buurt met wat Del ook heeft. Ja. Ja, hij wil altijd met mij mee eten, maar... mag nooit. Mag nooit. Hey mannen, we gaan zo meteen naar jullie kijken. Dan mogen jullie zelf nog heel eventjes aankondigen. Top. Top. Okay. Ja, dan mag jullie hem ook even vasthouden. Right. Wordt het geknipt? Ja. Eén ding. Hey, wij zijn hier Overslap. Vandaag is het 1 april en wij spelen op Paaspop Den Hout. Let's go! Kom checken. Watch me, I'm sending a flare. Here we go again, same story. Eyes closed as he lights up the sky. Where are you now? I've been calling never days now. It won't be the same, cause with you I'm going under. But it might be too late. Find me, where are you now? I've been putting up with your bad blood. Thunder and rain, oh, nothing's gonna stop me. I'm lighting the flame. Send an SOS, one more time before it's over. You're not pulling me down. Save our souls, brought together by faith.
Je zal misschien nou denken, wij een chauvinistische gek. Maar geboren en getogen ben ik maar op een plek. Ik kom in veel provincies, maar met één heb ik een baant. Dat is mijn baant met mijn Brabantse land. Luister eens onze Limburg, of in de Achterhoek. Op daar zingen ze pannenkoek, zit in mijn onderbroek. Wij toeren met ons bandje, Chris Kras is dat een land. Ik ga hier altijd terug naar mijn Brabantse land. Hey! Oeh, naar Prinsen! Wij leven hier als Prinsen, wij leven hier in land. Hier staan onze stamponden al jarenlang gepland. Zitten vast bij onze wortels, nu kleier in gezand. Ons krijgen we los uit de Brabantse land. Ik stond vakanties bij een berg, zon en zee. Maar heb vandaag een paar dagen vol last van een heimwee. Ik probeer dan te genieten van het uitje op het strand. Mijn kop is toch bij mijn Brabantse land. Oké, okay, Brabanders! Wij leven hier als Prinsen, wij leven hier die aand. Hier staan onze stamponden al jarenlang gepland. Zitten vast bij onze wortels in het kleierige zand. Ons krijgen niet weg uit de Brabantse land. Hey. Oké, okay, René! Take away! Als ik door mijn dorp fiets, kan ik er niet omheen. Het is hey en hoi en houdoe, iedereen kent iedereen. De wegen zijn hier warm, hier staat mijn hart in brand. Ik voel dat ik leef in mijn Brabantse land. De vuilnis is gesloten, daar lijkt de pietje stoppen. Er is voor de collecte, want de rest komt achterom. Of je boer bent of een directeur, of van de middenstand. We zijn allemaal één in ons Brabantse land. Wij leven hier als Prinsen, wij leven hier in Jant. Hier staan onze stamboomen al jarenlang geplant. Zitten vast in onze wortels, die kleier in gezand. Ons krijgen we niet weg uit de Brabantse land. Ons krijgen we niet weg uit de Brabantse land. Ons krijgen we niet los uit de Brabantse land. Hey! Ik zei ja! Tegen de Dirty Daddies. Waar komen? Geef je hem aan? De vuile papa's. Wie zie experience? Dat is wel goed. Kan ik heel even... Jij zei... Stop in. Even kijken. Hey Roger, vandaag interview... Welkom bij de Paaspop Den Hout 2018 Band Quiz Battle. Klaar voor verwarring? Ja. Komt hier. Start de tijd, hè? Wat vieren we nu eigenlijk met Pasen? Wat vinden wij van Pasen? Wat vieren we met Pasen? De wederopstanding van Jezus Christus. De dood van Christus. Jezus Christus, denk ik. Volgens mij... Wederopstandingen. Tijd verbeterd. Tellen we goed. Ja, tellen we goed. Vraag 2. De WC Experience vieren dit jaar een jubileum. Hoeveel jaar bestaan ze nu? Uit mijn hoofd 58, maar ik kan er een jaartje naast zitten. Ze bestaan 20 jaar, denk ik. 25. 30, hoor. De Dirty Daddies vieren dit jaar een jubileum. Hoeveel jaar bestaan ze? Oei, dit is nu moeilijk. Ik denk 10 jaar. Dat was hartstikke fout. Het was 6. Ja, dat is toch een jubileum? Nee, klopt. Vraag 3.
Bij de WC zit ook een bandlid met een niet-Nederlandse nationaliteit. Ja. Uit welk land komt hij? Het is net over de grens. Puntje van mijn tong. Nee, hij woont in België. Ja. Maar hij woont in dat, ik weet het dorpje zelfs, en dan kan ik extra punten scoren. Ik dacht, ik zit met Berkel en zo. Nee, zeg het maar. Volgens mij bedoel je Baarle-Nassau. Baarle-Nassau, ja, die bedoelde ik. Baarle. Extra punten. Je weet ook al waarschijnlijk welke vraag hun mogen krijgen? Nee, geen nationaliteit en een bandlid. Oh, ja. Ik verwacht uit China, denk ik, of Japan. Zuidelijker. Korea. Dan zal het Zuid zijn. Ja. Ja, nee, lekker. Ping, ping. Ja, wij staan dik voor. Ja, daar gaan we weg. Pak je concentratie terug, ja? Hoeveel inwoners heeft Den Hout? Het heeft niks met de WC-experience te maken. 2400. Nee, dat is echt hartstikke fout. Zal ik het zeggen? Nee. Oeh. Als je dichtbij zit. Die staat er dichtbij. Ja, ik verwacht 2500. 3500. 1400. Zit dichtbij, nog niet. 1211. En hoeveel zijn er vanavond? 3000. Ongeveer 3000. Een simpele rekenstom leert ons dat die dus niet aan Den Hout komen. De hoeveelste paaspop Den Hout is deze editie? Dus in de pit. Ja, dat moet ik weten. Ik denk de 24ste. Ja, is maar goed. Dit is denk ik iets van de. 10e keer. 30ste keer. 23. Oh, dat is 24! Oh! Jammer. Hoeveel kaarten, inclusief de weekendkaarten, zijn er verkocht voor deze Paaspop Den Hout? Ik denk 6.000, wat denken jullie? 5.000? Fout. Ik moet zeggen, je gaat het niet lekker. Nee, sorry. Nee. Ik heb het net verklapt. Ja, dat heb je nou 3 keer Den Hout. Ja. Dus simpel rekenstop natuurlijk. Ja, 3633. 37,50. Ja, die goed, ja, maar die komen daar helemaal niet bij in de buurt. De laatste, ik heb het gisteren gevraagd, hè, wat is het lievelingsliedje van Roger Stewart van de Dirty Daddies? Mijn lievelingslied is You Give Love a Bad Name van Bon Jovi. Is een nummer van ons, hoe was dat ook alweer? Heb jij daar René toevallig? Koning Pinterman. Nee, ga er mee naar de wc of zo? Nee. Ja, sorry, ik weet het echt niet. Nee, fout dan, hè? Als jij een Patrick vraagt wat zijn lievelingslied is. Dat je dan weet dat ik Born to Run van Bruce Springsteen leuk vind. Dan zegt hij waarschijnlijk het lied van de Raamsdonksveerse voetbalvereniging waar hij zich zo hard van maakt. Want die wilde fuseren met Geert Huidenberg en toch weer niet. En daar is een lied over geweest. Ik denk dat zijn lievelingslied is. Ja, dat heeft hij niet geweten. Niet geweten. De Dirty Daddies hebben gewonnen! Ja, toch! Come on! Nou, wil je nog iets tegen Roger zeggen, Fel? Voor de papa. Nou, hier gaan we iets leuks van knippen. We are the champions, my friends. And we... Our love was only real in fairy tales. Meant for someone else, but not for me. Love was out to get me. That's the way it seems. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her name. Now I'm a believer. Not a trace. I'm a believer, I couldn't leave her if
is nou het mooiste aan Paaspoel? Alle gezelligheid. De muziek, de gezelligheid. Voor mij is gewoon carnaval samen gevat. Twee dagen, zuipen. En het is gewoon een superleuke sfeer. Supergezellige mensen. Ja, dit zou ze elk jaar moeten doen. Hey, wat voor jou het leukste aan Paaspoel? Nou, voor mij is het de eerste keer. Dus voor mij is het sowieso nieuw en ik vind gewoon het gaaf om een keer live te kunnen doen. Wat maakt ze zo goed dan? Sorry? Wat maakt ze zo goed? Ja, ik vind het vooral Rowan Hezen of het paardlop? Rowan Hezen. Ja, ik zit zelf in het feest gebeuren. Dus ja, je ziet heel veel liedjes die gecoverd zijn terug in Rowan Hezen. Dus dat is wel eigenlijk het andersom, maar dat maakt niet uit. Ik vind het ook gaaf. Wat is nou het leukste aan paaspop? Hè? Wat is nou het leukste aan paaspop? Nou, niet die bouwlamp in ieder geval. Ja, we gaan een hele hoop bekende tegenkomen. Ja, gewoon de mensen, de gezelligheid. Samenhorigheid, gezelligheid. En toch wel een pilsje doet toch wel veel. Dames, waarom zijn jullie op Paaspop? Waarom? Waarom niet? Omdat wij van een feestje houden. Ja, wat maakt het zo leuk? Wat maakt het zo leuk? Waarom? Iedereen die hier is, al die jeugd, al bij je lied, Dirty Daddies. Ja. Wat maakt Paaspop nou zo leuk? Iedereen is bij elkaar, het is gezellig. Iedereen is half bezopen. Het is één groot feest. Ben je ook half bezopen of helemaal? Nee, nee, valt mee. Nee, ik ben echt niet dronken. Nee. Hé, hey, maar wat is... Ik zou me moeder! Balzuitjes. Balzuitjes. Weet je wat je lekker? Balzuitjes zoeken. En buren! Wat was voor u het hoogtepunt? Hoogtepunt? Nou, ik heb geen hoogtepunt hoor. Ik vind het allemaal wel heel erg leuk. Wil je nog een flauwe grap op de tv hebben, of niet? Ja, ik weet het niet. Weet je waarom een zonnebloem een zonnebloem heeft? Zeg het eens. Omdat het zonnebloem is. Wat was het leukste wat jullie vandaag gedaan hebben of meegemaakt hebben? Bier drinken. Bier, denk ik. Bier, denk ik. Bier drinken. Bier! Ja, bier. Zoals je ziet staan we nu bij de kleedkamers van Kensington en zoals je ook kan zien is dat er niet één, zijn er niet twee, zijn er maar liefst drie. Want voor de mensen die niet weten, de band komt niet zomaar aan met een gitaartje en een keyboardje op schoot, pluggen het in, daar komt veel meer bij kijken. En dat wil ik jullie nu even laten zien, we gaan even backstage kijken. Zoals je ziet is er hier een heel extra podium gemaakt, of een soort van laad- en losdok voor alle vrachtwagens. Nu is deze vrachtwagen die je hier ziet, is bijvoorbeeld alleen al voor de special effects van Kensington. Bomvol, vuurwerk, spetters en slingers, alles erop en eraan. Nu hier zie je ook wat meer voor de instrumenten. Ook alles heeft natuurlijk een aparte vrachtwagen. Want er koopt een hele hoop rommel mee. Waar gaat het dan naartoe? Dat gaat hier naartoe. Als je hier naar binnen loopt, dan merk je ook wel dat ik waarschijnlijk iets moeilijker verstaanbaar ben. Want we staan nu direct achter het podium. Alle spullen worden hier alvast klaargezet. Zo zie je hier bijvoorbeeld al het drumstel staan. Die straks gebruikt gaat worden tijdens de show. Oh, pas op. Kijk. Hier zie je ook dat alles al komt aangereden qua versterkers. Daar zijn ze nu dus momenteel alles aan het opbouwen voor Kensington. Dat kunnen we helaas niet laten zien. Dus wil jij volgende keer toch zien hoe Kensington hier optreedt, zul je toch een kaartje moeten kopen. Wie is er vandaag allemaal gekomen met zijn echte vrienden? Wij samen elke vaar. Waar ik ook ging, daar zag ik voetstappen zweven naast elkaar. Tot het mij ook slecht ook aan was mij ook onbekend. Wat zag ik maar een paar jaar, waar was jij op dat moment? Echte vrienden krijg je niet weg, ook al maakt je wereld maar. Voor iedereen die je hoort er zelf een te zijn. Zij ik maak de
onderscheid tussen echt en nep. En ik zag de maar in waarom dat ik je toegedragen. Echte vrienden krijgen je. Krijg je niet, hè? Vrienden die we zien, dan ons het alleen te zijn. Ja, we staan hier bij Baby Blue ondertussen. En, mannen, ik vind het leuk dat jullie er zijn. Jullie zijn hier vorig jaar ook geweest. En nou is mijn eerste vraag, zijn jullie dit jaar wel goed aangekomen? Want er waren vorig jaar wel problemen, geloof ik, toch? Nee, ja, dit jaar zijn we heel hard zijn aangekomen. Gelukkig, met alle spullen en we zijn compleet. Je begint ook wel te merken, inderdaad. Dat we flink aangekomen, ja. Hey, maar hoe is het nou voor jullie om weer op Paspoort te mogen spelen? Ja, fantastisch. Het is nou volgens mij het derde jaar op rij. Ja, het derde alweer. En het lijkt echt net dat elk jaar wordt het vetter of zo. Ja. Het publiek zingt altijd alles mee van A tot Z en zoveel energie krijgen ervan. Dus ja, alleen maar vet. En ik hoop dat we nog vaker terug kunnen komen. Want, nou ja, zo te horen wel, want je bent op zich een hele goede band. Maar zie je ook Paspop ieder jaar weer groter worden? Ja, voor ons gevoel wel. Maar ja, dat ligt ook aan de line-up misschien of zo. Of echt dikke acts verder die neergezet worden. Ja, dat is natuurlijk super tof om daartussen te mogen staan. Dat is echt geweldig. Ja, zeker. Ja, nou, het Paspop natuurlijk met Pasen gehouden, dat is logisch. Maar nou ben ik wel benieuwd. Wie van jullie heeft het mooiste paasverhaal? Dit was ons beste paasverhaal. Ja, dat is ja, dat is leuk, mannen. Echt waar, dat vind ik fantastisch. Oh, wij hebben, ja. Oprecht is het heel erg vet. Ja, zeker. Echt een redding in de branding. Ja. Zo. Een bleedkamer met een blauwe deur. Is dat bewust zo gekomen? Ja, het staat op onze radar. Sowieso altijd blauwe deur, want dan weten we waar we heen moeten. Ja, je moet wel de details vertellen. Dus als wij drie keer op rij terug mogen komen bij een festival of feest, dan ijs van blauwe deur. En dit was onze hat-trick, dus dan vandaar de blauwe deur. Blauwe deur, blauwe M&M's. Op het moment dat we dus desdanig dronken zijn, dan weten we eigenlijk gewoon zonder na te denken welke kleedkamer we moeten hebben. Zo handig. Komen, oh, die. Het heeft zoveel voordelen, zo'n blauwe deur. Makkelijk. Echt, ja, ideaal. Als ik dan een of ander meisje wil fixen, dan kan hij gewoon zeggen, die blauwe deur. Ik loop wel vaak een blauwtje dan. Oh, nee. Zouden jullie nog één ding iets tegen je fans willen zeggen? Sowieso. Oh. In de camera kijken nou al? Ja. Paaspop, hartstikke bedankt weer voor de derde op rij. Fantastisch. Alle fans bedankt die kwamen kijken. Alle mensen die meezongen en meedansten. Hopelijk tot volgend jaar of sowieso tot snel. Want we hebben altijd een fucking vette tijd hier. Dus organisatie bedankt. Iedereen bedankt. En Baby Blue altijd. Weet toch? Applausje voor de organisatie. Hey! Rintje, heel snel. Jouw hoogtepunt van Paaspop. Voor mij Baby Blue. Ja, wat een fantastische band is dat. Ja, ik kan er echt van genieten. En voor jou? Ja, ik denk dat mijn hoogtepunt nu bezig is. Want we zijn nu live aan het kijken bij Kensington. En daar gaan we hem nu dus ook afsluiten. Want lieve kijkers van Paaspop, hartelijk bedankt voor het kijken. Volgend jaar, niet vergeten, de 25e editie. We hopen jullie graag weer terug te zien. Bedankt voor het kijken. Houdoe. Stop. Dankjewel. Union's been on strike, he's down on its luck, it's time. So tough. She now works at Tanner RT, working for a man, she brings home a pay for love. For love. Come down. She says we gotta hold on to what we've got. It doesn't make a difference. We make it all done.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door...